Met ingang van vandaag kunnen ouders hun kinderen pas inschrijven op de basisschool als ze 1 jaar oud zijn. De Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven heeft hierover na lang onderhandelen een akkoord bereikt met het onderwijs. Volgens de wethouder kent dit nieuwe systeem een aantal grote voordelen. Wij zagen dat bij sommige scholen ouders zich al met een foto van de echo kwamen aanmelden en dat dan vaak bij meerdere scholen deden om maar dat plekje te hebben. Wat we nu doen is gewoon duidelijkheid creëren. Iedere ouder krijgt van in het jaar dat kind 1 wordt van de gemeente en de schoolbesturen een brief. Waarmee hij zich op 1 school kan aanmelden en krijgt dan ook in dat jaar duidelijkheid of het kind is toegelaten op die school. Het onderwijs is blij met het nieuwe systeem. Neem de Annie M.G. Smit school. Ieder jaar worden daar 150 kinderen aangemeld, terwijl er plek is voor 30. Het blijft wel voor een school als de onze, in toch een, denk ik, een geliefde wijk. En ja, een beetje trots kan ik ook wel vermelden dat we een goede school zijn. Zal toch altijd wel mensen teleur moeten stellen dat we te veel aanmeldingen zullen krijgen en ze niet allemaal een plek kunnen geven. Ook de ouders denken dat dit beter is, want die melden tot nu toe hun kinderen soms wel erg vroeg aan. Die heb ik ingeschreven toen hij 3 maanden was. En ik wilde daar niet, ik wilde wel gewoon een goede school hebben voor mijn zoontje. En dat kan straks niet meer. Nee, dat klopt. Het is ook wel goed als iedereen wat langer kan nadenken over zijn keuze. Het lijkt mij wel een goed systeem, ja.